De Songfestivalkoorts heeft Nederland stevig in zijn greep. Joost Klein bracht vorige week zijn nummer Europapa uit, en het lijkt nu al een regelrechte hit te zijn. De bijbehorende videoclip heeft in korte tijd miljoenen views verzameld en bij de boekmakers groeit het vertrouwen in de Nederlandse inzending gestaag. Vandaag bereikte Joost zelfs de top 10. Op donderdag liet Joost Klein Europapa voor het eerst horen in een exclusieve uitzending van de middagavondshow met Arjen Lubach. De officiële videoclip werd ook gelanceerd en heeft inmiddels meer dan 5 miljoen keer de aandacht getrokken. Typisch voor Joost is de aanstekelijke mix van Europapa, met een hoog 90's partygehalte en invloeden van DJ Paul Elstak, doorspekt met een zoete vlaag nostalgie. Natuurlijk houden de boekmakers nauwlettend in de gaten hoe de deelnemers zich dit jaar zullen manifesteren op het Eurovisie Songfestival. Opvallend is dat onze eigen Joost vandaag de top 10 is binnengekomen en momenteel op de zevende plaats staat. De winkans wordt geschat op 4%, en het lijkt erop dat Nederland met Europapa serieus kans maakt op een hoge notering. Huidig koploper bij de boekmakers is Kroatië, gevolgd door Oekraïne en Italië. België, Zwitserland en Zweden bevinden zich nog tussen Joost Klein en de top 3, met respectievelijk 4% en 5% winkans. Er is dus zeker ruimte voor Nederland om verder omhoog te klimmen in deze spannende competitie. Nu is het aftellen naar de grote show in Malmö. Op 9 mei moet Joost zich bewijzen in de halve finale, waar hij in het tweede deel van de show zal optreden om een plekje in de Grand Final op 11 mei te bemachtigen. De verwachtingen zijn hoog gespannen en velen geloven dat Joost Klein met Europapa Nederland trots zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dus laten we allemaal samen groot dromen.